En een goede morgen, middag. Nee, nee, morgen nog. Het is nog morgen. Goedemorgen, mensen. Sorry, ja, verwarming. 11:11. Ja. Goed, we zijn weer terug op Ter Schelling. Waar iemand mij heeft verteld hoe ik beter mijn velden kan kopen. Ja. Ja, het rotje om. Hey, heel erg bedankt. Ja. Dan gaan we het ook uitproberen. Hey. Hey. Ja. Kijk, dat was hem. Weer fout. Maar goed, we kunnen hier in elk geval grondinformatie. En dan kunnen we hem aankopen. Ja, dat is wel heel beter. Waardes willen kopen. Ja, zeker. Kijk, en daar staat hij in één keer ingekleurd. Hé, hey. Is een hele makkelijke film. Maar hoef ik dat hele rotting niet meer te gebruiken. Maar dat, kijk, veld 28 ook. Veld 28. Hebben wij nog geen dingen aan. Totale waarde 8805. Dat doen wij ook. Anders moeten we toch ook grondboringen. Monsters. 16 monsters zijn genomen. Dus die doen wij ook. En dan hebben we hem ook. Nou ja, we wisten al dat het groen was, want hier was hij ook groen. Er zou misschien nog een geel stukje in kunnen zitten, maar dit is allemaal groen. Dan hebben we ook alles met de proop gedaan. Kijk, dat was heel wat makkelijker. Dan gaan wij dat dingetje daarachter, dat kleine dingetje, dan gaan wij lekker weer verkopen. Ja, over verkopen gesproken. Wij zijn onze andere trekker kwijt. Die ik verkocht. Ja. Deze. De Valtra. En de MF is verkocht. Daar kwam ik per ongeluk achter. Kijk, want hij stond hier. Hij stond hier. Daar stond een trekker die was een beetje beter. Die had ik gekocht. En die was een beetje minder. Maar om hem te kopen had ik mijn eigen trekker alweer verkocht. En nou heb ik er toch maar een besloten toch maar weer een trekker erbij te kopen. En die. Die. Kijk, we hebben nou een 85. Ja. Die had ik gekocht eigenlijk, maar die andere was iets verder heen als ik hem ging repareren. Met alles erop en eraan kon ik beter deze kopen. Ja. Dus hier staat 0 uur op. Goed, dan moeten we dus ook weer snel geld terug gaan verdienen. En ik was al bezig geweest met een paar keer. 033 is ook 3000, dus die gaan we ook snel even doen. Ja. Dus we hebben een iets grotere trekker dan dat ik eigenlijk nodig ben. Ik wou klein blijven. Maar aanbieding. En ja.
Niet goed gekeken, hè? Goed kijken is heel belangrijk, hoor. Ja, oeps. Goed kijken is echt heel belangrijk. En ik wou eigenlijk gewoon voor een ander soort trekker gaan. Misschien de Case of zo. Ja. Een rotvolk hier weer. Loopt dwars door de velden heen. Maar goed. Ja, we hebben deze. Die had ik dus gekocht. Maar ja. Volgens mij is dat ding te lang. Ja. Daar gaan we een kleinere voor ophalen. Oh, beetje water. Daar gaan we echt een veel kleinere voor ophalen. Ja, het is als we straks klaar zijn. Hier allemaal. Die auto daar moet maar wachten. Die auto moet ook maar wachten. Ja, echt los komt die hard aangereden, hoor. Hoppa, en dan gaat hij toeteren zo. Nou, ik zal mijn poepje laten ruiken, want ik ga gewoon langzaam rijden. Goed, waar was die ingang? Hier toch? Ja, hier. Ja. Hier op straat rijden. Nou. En het veld is daar ergens. Ja, ik zit naar dat knipperende symbooltje te kijken. De landkaart niet echt goed bij. Nou goed, we zijn bijna bij het, met de koeien. Ja, we moeten de, volgens mij is de gras klaar met fermenteren. En dan kunnen wij daar straks bezig met de koeien. Oeh. Bedoel je dat wij dat grote spul gaan doen? Oké. Nou ja. Ingang. Ja. Ingang. Oké. Dat bedoel ik. We moeten een kleinere spul hebben. Aha. Dat is de verkeerde. Ik hoorde hem wel, maar ik zag hem niet. Die hebben we nodig. Zo. Hij is wel lekker natuurlijk, hè? Ja. We kunnen er net niet overheen kijken. Net niet. Ik kan wel proberen, maar... nee, dat wordt hem net niet. Oh, oh, oh. Dat is wel heel dicht aan de waterkant, hoor. Dat is mij een beetje te dicht aan de waterkant. Ben nou al 10% vertooid? Het laatste... Ja, we hadden alle plantjes mee hebben, maar nou. Ik wil toch eens even aan de buitenkant kijken. Kijk, dat dacht ik al. We nemen er de helft niet mee. Ja. Ja, hij is wel heel erg breed, hè? Hij is wel heel erg breed. Nou ja, ik heb het foutje gemaakt om
ding te kopen dat ik eigenlijk niet nodig ben. Toch kopen. Ja. Toch gewoon kopen. Maar goed, we hebben hem. En we zullen eens even kijken wat wij nog gaan veranderen. Dus op zoek naar een iets kleiner model. Ja. Ook de ploeg die wij hier hadden. Die, omdat ik steeds bezig ben met opdrachtjes. Daarom heb ik dus de ploeg even iets aan... Nee, daarvoor wou ik de ploeg iets aanpassen. Maar er zijn niet zoveel ploegwerkzaamheden. Dus ja, ik doe alleen maar opdrachten tegenwoordig. Ik moet geld verdienen. 35% van ooit. Ja, vooral als je zulke aankopen doet, hè. Ja... Ja, die trekken leek zo mooi, maar ja, een beetje zonde. Ja, helaas. Maar goed, we zijn in elk geval blij dat we precies weten hoe we nou het veld het makkelijkst kunnen verkopen. Proben, dat wou ik zeggen. Een veld kunnen niet proeven, maar proben. Ja, dat is wel... een heel stuk makkelijker dan met dat ding op en neer rijden. Wat ik dus steeds deed. Ja, en dan uitzoeken hoe je dat doet met de I-knop. Ja, ik weet het nog wel. I-knopje, dat was... Ik wist het ook wel. Later achteraf gezien, maar... Ik was het even vergeten. Nou vergeten we natuurlijk wel meer dingen. Maar, ja, dit was gewoon echt helemaal onschoten. Dus ja, een beetje zonde. Ja, dit is veel te groot hoor. Voor deze kaart. Dus, suggesties. Klein, mooi, fijn trekketje. Beetje power erop, want we moeten wel een beetje power houden. Dus als we suggesties hebben. Ja. Het kan natuurlijk ook een motje zijn. Dan zou ik wel graag willen weten waar als je goede hebt. Er zijn niet overal goede motjes te krijgen hoor. Nee, sommige motjes zijn toch echt een beetje moeilijk. Die doen. Ik had er een op zitten van een Deutsch, geloof ik, een klein Deutsch trekketje. En het leek allemaal heel erg leuk, maar achteraf gaf hij toch heel wat probleempjes. Dus ja, rare motzaadjes. Moeten we er niet meer aan beginnen. Nou, dus kun je ook zeggen, ja, we gaan alles bij alleen maar bij de modhub, hier de officiële modhub weghalen, maar die heeft natuurlijk niet alles. Hè? Nee, die heeft niet alles. En de site waar wij ze weghalen, ja, daar ben ik niet zo, hebben andere mensen altijd weggehaald en ik denk, nou dat is goed, dat kan ik hem ook, maar dat viel toch een beetje tegen. Ja, het spel liep een beetje vast. Elke keer als ik de trekker startte, stond hij vast. En dan hoorde je de hele tijd dat ding opstarten. Ja, dat was niet helemaal de bedoeling, geloof ik. Nee, dat was niet wat ik goed vond. Ik denk ook meerdere mensen niet, maar...
Ja. Nou, dan hebben we zometeen dit veldje er alweer uit. Dan is er nog één veldje. Maar dat is een veldje. En daar kunnen we eigenlijk onze eigen ploeg ook wel voor gebruiken. Ja, niet met deze trekker hoor. Daar is deze te groot voor. Ja, we kunnen natuurlijk ook de kleinere versie, want volgens mij is dit een grote versie. Dus we kunnen misschien ook wel de kleinere versie hiervan ophalen. Misschien ook wel een idee, een kleine versie van ophalen. Maar volgens mij, ja, ik het is geen 6 meter. Dit is normaal niet 6 meter. Dus, ja. Nee, jongen, dit zijn 12 rijen. Ha, ja. En nog 17 km per uur. Nee. Maar goed. We zijn weer lekker bezig. Ja, wat gaan we hierna nog doen? Nou, niet zo bar veel meer, hè? Dit is al genoeg, toch? En oh ja, we moeten even kijken naar een mengvoerwagen. Want we moeten de koeien natuurlijk wel voeren. Dus we moeten even kijken naar een mengvoerwagen. En wat nog meer? Oh ja, stro. Stro moet ook bij. Of dat kan misschien. Ook gewoon hoeft niet ingespoten te worden. Dus ja, alleen een mengvoerwagen zou ik zeggen. Nou, het land aankopen, dat heel erg bedankt. Ja, dat is echt. Dat scheelt me weer een hele hoop. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Volgens mij zijn we al klaar, of niet? Ja, heb ik weer het hele veld gedaan. Omdat. Ja. Eenmaal gewend om het hele veld te doen. Nou, en met dit grote ding. Het stelt ook niks voor. Goed. We gaan gelijk even deze verkopen. Even van het veld af. Want. We moeten er natuurlijk wel even samen. Afgerond. Verzamelen. Ballen verzamelen. Ja, balen maken is er ook heel veel. Oosten kunnen we ook nog. En ploegenveld 23. Die niet. Veldje 23. Oh, dat is weer zo'n rothoekie. Dat is precies bij. Ja. Nou, dat gaan we dus niet doen. Nee, dan had hij dat van straks ook maar moeten doen. Dat heeft hij niet gedaan. Dus dat gaan we ook niet doen. Is ook niet zo duur. Die ook. Nee. Doen we niet. Nee. Gaan we niet doen. Kijk, die is 9 meter. Die is me veel te groot. Zo. Nou, zeg het maar, wat gaan we hierna kopen? Een iets kleinere, misschien. Of we houden deze, kunnen we natuurlijk ook, we kunnen hem ook houden. Er staat nog geen uur op. Dat kan we ook doen. Stiekem. De grootste trekker van het eiland. Hehe. Kan we ook gaan doen. Ik ga nog even bij onze schaapjes kijken.
Of die allemaal er nog lopen. In mijn kamer van wel. Hoop ik in elk geval. En dan... zullen we eens kijken naar een... die mengvoerwagens. Die hebben natuurlijk ook een hele hoop nodig, hè? Ja. Oh, 100. Oh, 90, 100. Die is ook wel leuk. 11 kub, 22 kub, 24 kub. Oeh, is ook leuk. Is allemaal leuk. Allemaal leuk en aardig. Allemaal goed en wel. Schaapjes lopen hier nog. Schaapjes hebben nog wel water. En nog wel voer. Schaapjes hebben niet veel nodig. Oh. Ai. Bijna tegen het spiegel. Bijna onder het autootje. Over het muurtje heen. Hop. En we zitten weer. Yep. Oh, dit ga ik niet zo doen. Ik ga niet weer onder een auto liggen. Nee, het zal niet de eerste keer zijn. Oh, ga jij zo snel heen? Zag je dat schaapje? Ik moest even snel rennen. Oké. Ja. Goh. Even een beetje stromend water. Nou mensen, ik dank jullie weer van harte. Doe het allemaal lekker rustig aan. Heb een zalige week. En voor de rest, heel erg bedankt weer voor het kijken. Oh ja, die moeten we ook gaan oosten. Oh, ja, vergeten. Gaan we ook beginnen. Dat gaan we nou straks ook doen. Ja, de volgende keer. Mensen, bedankt voor het kijken. En allemaal tot de volgende keer. Oeps, ik zeg, mooi.